En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het gaat over de bijdrage van het Eurovisie Songfestival van Nederland. Wat vindt u daarvan? Nou, het was van tevoren al heel duidelijk dat ze het niet zouden redden. Weinig. Nou, dat zal ik je eerlijk vertellen. Het had een hele lange aanloop nodig. Het was in het begin even hartstikke vals. Nou, wat ze ervan wilden maken, dat weet ik niet. Maar het is wel wat beter geworden, maar het is niet... Het is gewoon een aanfluiting, vind ik, het geel. Afschuwelijk. Iedereen moet een kans krijgen, hè? Ja. Jawel. Ze hebben er best gedaan. Ze hebben er flink in zweet gewerkt, volgens mij, de laatste weken. Maar ja, het zat er niet in. Ik vond het een leuk liedje, maar ja, ik vond het een beetje veel show en weinig zang. Waardeloos. Nou, ik vond het heel slecht. Afschaffen. Ja. Ja? Een politiek spelletje en ik vind het... grote aanstellers. Maar hadden ze moeten stoppen dan en zeggen, nou het gaat echt niet? Nee. Ja, nee, ze moeten het wel gewoon door. Ja, natuurlijk wel. Ja. Zoals Nederland dat zich tentoonstelde, zich op de kaart ging zetten voor het Songfestival. Nee, dat zijn geen... De overige deelnemers zat ook weinig bij, hoor. Dus het is volgens mij gewoon een compleet circus. Moeten we door blijven gaan met deze soort Songfestival of... Het wordt steeds gekker, hè? Ja, er zijn heel veel optredens die hebben niks met zingen te maken. Dat is meer een soort circus toestand, maar... De kwaliteit moet vooral op het zingen liggen, denk ik. Ja. Ja. Ja, terwijl het eigenlijk een componistenprijs is, hè? Ook dat wel. Ja. Nou horen wij veel mensen zeggen met deze interviews dat het op een kermis gaat lijken. Nou, ik vind dat wel een goede vergelijking, maar daar hou ik ook niet van. Nee. Nou, ik vind ze hadden best iemand anders kunnen kiezen. Ja. Als die twee mensen... Ik vind het niet meer zo leuk als vroeger, zeg maar. En waarom is het niet meer zo leuk? Ja, sowieso met de hele voorstelling. Hoe het allemaal gaat en hoe het draait en noem maar op. Een politiek spelletje, leg eens uit. Nou ja, als er ergens iets gebeurt wat de rest van Europa interessant vindt, dan winnen ze. Dus het is ook vriendjespolitiek dan? Zeker weten. Ja? Ja, vind ik wel. Maar ik vond van tevoren al ook de commissie die mensen daar naartoe gestuurd hadden, die hadden ook veel beter op moeten letten daarop. Om zo'n soort artiesten die eigenlijk helemaal niet bekend zijn in Nederland, dat die om daar naartoe te sturen. Gaat u nou nog kijken naar de finale? Dat kan goed zijn, maar weet ik niet. Ik vind het zonde. Zonde van mijn tijd. Helemaal niet. Nee. Want? Ik luister in de auto, want als het op de radio komt, daar blijft het bij. Absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee.